De ouders van Abby Furco moesten afscheid nemen van hun dochter. Abby was al jarenlang ernstig ziek. De dokters zeiden dat er geen hoop meer was. Ze werd op een dag wakker en had hen 7 woorden te vertellen. Kijk verder om erachter te komen wat deze woorden precies waren. Audrey Marsh. Voordat we het verhaal van Abby Furco zullen vertellen, zullen we het hebben over iemand anders met zo'n apart verhaal. Dit is het verhaal van Audrey Marsh uit Engeland. De 34-jarige Audrey Marsh was samen met haar man Rowan Schumann op vakantie in de Pyreneeën. Ze gingen een weekendje weg om te genieten van de mooie natuur daar. Deze vakantie liep helaas heel anders dan ze hadden gedacht. Audrey en Rowan besloten op een ochtend om te gaan wandelen. Er was die dag plotseling een gevaarlijke sneeuwstorm. Deze sneeuwstorm was zo gevaarlijk dat Audrey en Rowan bijna niks meer konden doen. Ze probeerden zich te verschuilen achter een grote steen. Audrey werd op dat moment bewusteloos. Rowan raakte toen hij dit zag uiteraard helemaal in paniek. Ze moesten zo snel mogelijk ontsnappen uit deze situatie. Rowan kwam op het idee om zijn vrienden te contacteren. Het was moeilijk om het stel te lokaliseren. Rowan stuurde foto's van waar ze waren, wat ze uiteindelijk zouden redden. Hierdoor konden ze gemakkelijk gevonden worden. Hulpverleners hadden Audrey en Rowan gevonden en ze werden gered met een helikopter. Audrey werd in de helikopter verbonden aan een zogenaamde ECMO-machine die haar hart en longen hielpen om te blijven functioneren. De machine probeerde ook haar lichaam weer op een normale temperatuur te krijgen. Ze vlogen naar een ziekenhuis in Barcelona. Daar moest Audrey onmiddellijk worden behandeld. Ze was nog steeds bewusteloos en Rowan wist niet wat er aan de hand was. Hij hoopte dat zijn vrouw zo snel mogelijk weer de oude zou worden. Alles werd daarna echter nog spannender. Daar realiseerde ze zich dat Audrey in levensgevaar was. De lichaamstemperatuur van Audrey was zwaar gedaald. Ze had last van hypothermie, een gevaarlijke onderkoeling. Ze was zo onderkoeld dat het wellicht een einde aan haar leven kon maken. En, alsof dat niet al eng genoeg was, Audrey had ook nog eens een hartstilstand. Zowel onderkoeling als een hartstilstand zijn beide levensgevaarlijk, laat staan de combinatie ervan. De doktoren wisten niet of ze Audrey wel konden redden. De hartstilstand duurde langer en langer. Uren gingen voorbij. Het was maar de vraag of ze nog wakker zou worden. Rowan voelde zich helemaal beroerd. Hoe had een leuke vakantie zo slecht kunnen aflopen? En alles zou wellicht nog slechter kunnen aflopen. Op dit moment was alles onzeker. Alles was inmiddels compleet abnormaal geworden. Audrey had al bijna 6 uur een hartstilstand. Dit betekende dat ze het hoogstwaarschijnlijk niet zou overleven. Het zou een wonder zijn als ze het wel zou overleven. De doktoren en Rowan vreesden het ergste. Er gebeurde vervolgens iets wat je alleen zou kunnen beschrijven als een wonder. Audrey werd wakker. Niemand begreep hoe het kon, maar het was haar gelukt. Hiermee had ze ook een record verbroken. Er heeft nog nooit iemand zo'n lange hartstilstand overleefd in Spanje. Ze had een hartstilstand van in totaal 6 uur en werd daarna gewoon weer wakker. Ongelooflijk. Wonderbaarlijk genoeg knapte Audrey daarna ook goed op. Ze zei dat ze het allemaal te danken heeft aan de hulpverleners die haar zo goed hadden verzorgd. Zonder hun hulp zou ze er niet meer zijn. Maar ze is er nog wel en nog helemaal gezond ook. Audrey heeft bijna geen schade overgehouden aan dit ongeval. Het enige waar ze af en toe nog last van heeft, is dat haar handen wat gevoeliger zijn met bepaalde bewegingen. Ook wil ze gewoon nog een keer terug naar de Pyreneeën om deze vakantie opnieuw te vieren. Het is te gek voor woorden, maar het is allemaal waar gebeurd. Rowan kan nog steeds niet geloven wat hij allemaal heeft gezien, maar hij is blij dat zijn dappere vrouw weer gezond is. Wonderbaby. Audrey is niet de enige die een levend wonder is. Blijkbaar kunnen sommige baby's ook wonderbaarlijke verhalen hebben. Het gebeurde bij een baby in de plaats Puebla in Mexico. Deze baby schokkeerde zijn ouders en de doktoren van het ziekenhuis. Deze baby werd veel te vroeg geboren in het ziekenhuis La Margarita. De baby werd al na 23 weken geboren, minder dan 6 maanden. Zijn gezondheid was slecht en hij zou het niet overleven. De dokters vertelden dit aan de ouders van de baby. De ouders bereidden zich vervolgens voor op het grote verlies. Zijn ouders namen afscheid. Het was helaas over. De baby was doodverklaard. Hun zoon werd vervolgens verplaatst naar een koeling waar ook andere dode lichamen en lichaamsdelen lagen. Wat er daarna gebeurde is te gek voor woorden. Een van de werkers, Miguel Ángel Flores, hoorde een apart geluid uit de koeling komen. Hij was van plan om het lichaam van deze baby op te halen, maar hij hoorde plotseling iets wat hij nog nooit eerder had gehoord in de koeling. Hij hoorde een baby ademen en huilen. De baby leefde nog. Hoe kon dit nou? De baby was bij de geboorte doodverklaard en lag nu ook al in een lange tijd in de koeling. Hij had zoiets nog nooit meegemaakt in zijn hele leven. Miguel raakte in paniek. De baby werd zo snel mogelijk gered en naar de intensive care gebracht. Zijn ouders begrepen ook niet wat er gebeurde. Zoiets hadden ze nog nooit gehoord. Dit kindje was veel sterker dan iedereen dacht en ooit had kunnen denken. De ouders van de baby bidden constant voor zijn gezondheid. Ze hopen dat hij het alsnog zou overleven.
Het lijkt wel of deze baby alles zou kunnen overleven. Zijn vader probeerde zoveel mogelijk tegen hem te praten. Hij zei dingen als dat hij moest blijven doorvechten en dat hij er voor hem is. Iedereen die dit heeft meegemaakt heeft nu alle vertrouwen in de baby. Het is een moeilijke situatie, maar het is in ieder geval wel duidelijk dat dit gaat om een wonderbaby. Het kind ligt momenteel nog steeds op de intensive care. Er is ook kritiek gegeven op het ziekenhuis. Sommige mensen vinden dat het de schuld van het ziekenhuis is en dat ze niet goed hebben opgelet. Ze vinden het raar dat de baby werd doodverklaard, terwijl het later nog in leven bleek te zijn. Het is echter compleet onverklaarbaar hoe dit precies heeft kunnen gebeuren. De baby had daarvoor geen teken meer van leven en was daarom doodverklaard. Niemand begrijpt hoe dit had kunnen gebeuren. En niemand heeft ooit zoiets meegemaakt of gehoord. Het ging ook niet om een volwassen persoon. Het ging om een piepklein babytje die eigenlijk nog geen eens groot genoeg was om geboren te worden. Er zit ontzettend veel kracht in dat minuscule lichaampje. Zijn ouders hopen op het beste. Ze zijn in ieder geval blij dat ze hun baby toch weer in hun leven hebben. Ze hebben er alle vertrouwen in dat hij het uiteindelijk zal overleven. Het is een kleine wonderbaby en ze zijn benieuwd naar de toekomst. Ben jij ook benieuwd naar onze andere interessante verhalen? Abonneer dan op ons kanaal en klik op het belletje om ze nooit meer te missen. Abby Fourco. Ten slotte komen we bij het verhaal van Abby Fourco. Wat Abby en haar familie allemaal hebben moeten meemaken en doorstaan is onvoorstelbaar. Het was zeker weten niet makkelijk. Abby kreeg op haar vierde al de diagnose leukemie. Ze was nog zo jong, maar had al bijna haar hele leven leukemie. Het was vreselijk nieuws voor haar en haar gezin. Ze had een liefdevolle zus en ouders die alles voor haar over hadden. Alles ging na het slechte nieuws helaas bergafwaarts. Abby had een zeldzame vorm van leukemie, haar ziekte was nog erger dan ze dachten. Zij en haar familie kregen een rottijd. Haar ouders kregen te horen dat ze maar 20% kans had om te overleven. Samen met haar familie heeft Abby jarenlang moeten strijden. Het ziekenhuis werd bijna een tweede thuis. Ze moest dag in dag uit in het ziekenhuis verblijven. Dat was verschrikkelijk. De dokters en Abby's familie begonnen ook steeds meer de hoop te verliezen. Ze was al jarenlang ziek en had naast leukemie ook nog een hoop andere gezondheidsproblemen. Er gingen jaren voorbij. Inmiddels was ze al ongeveer 6 jaar aan het strijden. Ze had allerlei vreselijke behandelingen gehad zoals chemotherapie, radiotherapie en beenmergtransplantatie. Ze moest zoveel behandelingen ondergaan en zoveel meemaken. Na alle ellende leek het even beter te gaan met Abby. Ze kon daarna weer terug naar school gaan en een normaal leven hebben. Ze kon spelen met haar vrienden, sporten en hoefde zich niet meer zorgen te maken om haar gezondheid. Het duurde echter niet lang voordat zij en haar familie weer slecht nieuws zouden ontvangen. Een jaar nadat ze was opgeknapt, was de kanker weer teruggekomen. Haar lichaam was er nu nog slechter aan toe dan de vorige keer. Haar lichaam leek op te geven. Bepaalde behandelingen werkten niet meer. Haar nieren functioneerden niet meer en uiteindelijk belandde ze op de intensive care. Vervolgens zeiden de dokters dat Abby het niet zou overleven. Ze adviseerden haar familie om hierop voorbereid te zijn. Iedereen was ontzettend verdrietig, maar ze moest het accepteren. Abby werd naar een hospice gebracht waar ze haar laatste momenten zou meemaken. Ook waren ze bezig met het regelen van de begrafenis. Andere familieleden kwamen overvliegen om afscheid te nemen van Abby. Iedereen bereidde zich voor op het ergste, wat op dat moment ook het meest realistische was. Haar ouders namen afscheid van hun stervende dochter. Op een dag werd hun kind wakker om hen 7 woorden te vertellen. Abby zei iets heel opmerkelijks en het leek alsof ze nog lang niet klaar was om te overlijden. Ze zei dat ze nog zoveel moest doen in haar leven. Ze wilde zeker weten nog niet gaan en blijven leven. Wat er daarna gebeurde was een wonder. Nadat ze die woorden zei, leek haar gezondheid beter te worden. Hiervoor had haar lichaam het bijna opgegeven, maar het ging plotseling helemaal anders. Abby's lichaam begon plotseling sterker te worden. Het begon langzaam weer te lopen en te helen. Dat was ongelooflijk. Abby was aan het strijden en het werd beloond. Sinds ze zelfverzekerd die woorden zei, ging het steeds beter. Zelfs de dokters hadden geen verklaring hiervoor. De dokters zeiden dat als ze zo doorging, dat ze hun dan gek zouden laten lijken. Zelfs zij dachten dat het over was, maar dit bijzondere kind bewees het tegendeel. Maanden daarna ging het veel beter met Abby. Ze is een groot wonder. Haar familie was ontzettend verrast en blij. Iedereen werd weer hoopvol. Het ging uiteindelijk zo goed dat ze weer naar huis kon. Het is te indrukwekkend voor woorden. Ze heeft bewezen dat ze heel veel kracht heeft, vooral wilskracht. Momenteel leeft Abby weer haar normale leven. De toekomst is onzeker, maar ze is in ieder geval iemand die iedereen keer op keer kan verrassen. Ze heeft bewezen dat ze alles aan kan. Wat een sterke jonge meid. Iedereen die haar kent heeft veel geluk dat ze zo'n inspiratie kunnen hebben meemaken. Haar familie en vrienden zijn zielsgelukkig dat Abby met hun is en ook nog gezond is. Ze hebben veel moeten meemaken, maar het is wonderbaarlijk toch nog allemaal goed gekomen. Wat voor wonder heb jij meegemaakt? Laat het ons weten in de comments, we zijn er heel benieuwd naar. Bedankt voor het kijken en tot morgen.